Voorzitter, dank. En ik hoor de staatssecretaris aangeven dat hij niet het idee heeft dat hij vertrouwen terug moet winnen. Althans, er zijn geen signalen daarvoor. En ik zou de heer Jansen toch echt willen vragen, heeft de heer Jansen wel door om wat voor uitspraken dit gaat? Namelijk minder Marokkanen. Een uitspraak die de heer Wilders heeft gedaan, waarvan de heer Jansen heeft gezegd, die heeft hij doorgetweet, hij heeft later de kans gehad om daar afstand van te nemen, heeft hij niet gedaan als staatssecretaris in wording. Vervolgens heeft hij weer de kans gehad als staatssecretaris, heeft hij wel afstand gedaan als staatssecretaris, maar niet in privépersoon. En vervolgens heeft hij wel afstand gedaan onder veel druk van de heer Schoof. Maar is voor ons nog steeds niet duidelijk of hij echt afstand van de uitspraak heeft gedaan, of hij daarmee bedoelt dat er een vereenzelviging is tussen de staatssecretarisrol en de privépersoon. Dus mijn vraag aan de staatssecretaris is, wil de staatssecretaris hier ondubbelzinnig, dus zowel in privé als vanuit zijn rol als staatssecretaris, niet alleen afstand nemen van dat soort uitspraken, dat soort strafbare, discriminerende uitspraken, maar behalve afstand van die uitspraken ook nog veroordelen dat het hier gaat om discriminatie? Voorzitter, volgens mij is in de drie brieven die naar de Kamer zijn gegaan op de beantwoording van de vragen heel duidelijk hoe het kabinet daarover denkt. Ik heb afstand gedaan van mijn uitspraken gedaan in het programma Goedemorgen Nederland. Dat is het antwoord wat ik de heer Al-Bassi kan geven, voorzitter. Voorzitter, mag ik? Ik heb mijn naam nog niet gehoord, dus. Voorzitter, dank. Ik hoor weer een ontwijkantwoord. Het is niet moeilijk als je dat soort discriminerende, beledigende uitingen hebt gedaan, die ook voor mij beledigend, discriminerend zijn overkomen, en nog heel veel mensen met een Marokkaanse achtergrond. Het is heel makkelijk om te zeggen, joh, ik heb daar spijt van, het is verwerpelijk, het is idioot, ik neem het terug, en iedereen die dit zegt, dat veroordeel ik. Daarvoor kiest de heer Jansen niet. Die doet dat niet. Die ontwijkt weer. Die ontwijkt weer, en dat doet hij in zijn brief en dat doet hij vandaag ook. Hij heeft nu weer de kans om dat te doen. En dan wil ik de heer Jansen een volgende vraag stellen. Hij heeft namelijk niet alleen geen afstand gedaan van de uitspraak van de heer Wilders, maar de heer Jansen heeft zelf zitten tweeten. Zelf zitten tweeten. En wat staat er in zijn tweets? Namelijk, zoals te verwachten worden Marokkanen en Algerijnen, weer met name genoemd, minder Marokkanen is minder overlast, is minder criminaliteit. Als de heer Jansen geen afstand wil nemen van de uitspraak van de heer Wilders, die strafbaar zijn, daar is hij voor veroordeeld, wil de heer Jansen in ieder geval afstand nemen van zijn eigen uitspraken, die hij via Twitter gedeeld heeft door het land? Voorzitter, ik verwijs wederom naar de antwoorden die ik heb gegeven op de Z-Kamervragen die de heer De Hoop namens GroenLinks Partij van de Arbeid in drie sets heeft ingediend. En dat is mijn antwoord. Voorzitter, en hier gaat het over. Dit gaat over mobiliteit. Nog voordat we het over mobiliteit kunnen hebben, over de basis. Mensen willen gewoon geaccepteerd worden, willen mensen zijn. Nog voordat ze het hebben over van A naar B reizen. Gewoon, ben ik geaccepteerd? Heb ik bestaansrecht in dit land? En dan hebben we hier een staatssecretaris die gewoon zegt, nee, van die groepen willen we gewoon minder. Voorzitter, ik zie ontwijkgedrag. Ik zie hier een staatssecretaris die er niet staat voor alle Nederlanders, maar slechts voor een beperkte groep. En ik vind dat jammer en ik vind dat stuitend. De staatssecretaris continueert. Ja, dank voorzitter. En volgens mij heb ik ook al in mijn eerdere betoog vandaag aangegeven dat ik er voor alle Nederlanders ben, voorzitter.